doe de opleiding tekenaar ontwerper elektrotechniek aan het Deltion College in Zwolle. Hier teken ik veel revisiewerk nog. Dat is het verwerken van wijzigingen die zijn aangebracht in een gebouw. Dat moet je dan verwerken op tekening, zodat als jij de tekening pakt, dat het ook nog echt zo is als dat het in dat gebouw zit. Je bent hier vandaag bij Kroon, Wolter en Dros. Wij maken elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties. Oké, Jasper, kun jij mij op de tekening of op het scherm aangeven welke installaties op welk petspaneel is aangesloten? Dat kan, dat staat allemaal zo erbij vermeld. Dat is allemaal aangesloten met glasvezel, dat kun je dan weer vinden in de renvooi. Jasper zit op een afdeling waar zeg maar engineering gebeurt voor tekenwerk. En hij kan in principe bij alle mensen op de afdeling terecht. Maar hij heeft een aantal vaste personen die hem begeleiden en die hem ook het werk geven. Als eerste verzamel ik alle informatie voor het verwerken van de nieuwe tekening. Dat is dan alle locaties van de producten, bijvoorbeeld lampen, armatuur in het plafond. En dan ga ik dat verwerken op tekening. Dat krijg je dan in de elektrotechnische installatie. Daar kan dan de monteur van afwerken, dan krijg je een werktekening. Is dat in het gebouw gezet, dan krijg je revisiewerk. Van als er wat verandert in het gebouw, dat moet je dan ook weer verwerken. Zodat als jij de tekening pakt, dan is het ook weer zoals dat in het gebouw zit. Zo, deze tekening kan weer door naar de klant. Ja, ik vind Jasper een hele fijne collega. Is leergierig en is niet afwachtend. Ja, als er vragen zijn, dan komt hij gewoon naar één van ons toe. Ja, dat herken ik wel, want het is altijd wel spannend als je nog even naar iemand toe loopt van hé, is het geen domme vraag? Want hun weten natuurlijk, hun weten veel meer dan dat jij weet. Maar je moet gewoon vragen, je moet gewoon doen. Je wordt er alleen maar beter van.